Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de gelezen boeken van september bespreken. Ik heb mijn lijstje er even bij gepakt en het zijn dit keer 5 boeken die ik heb gelezen. En ik ga je dus weer eventjes vertellen wat ik van deze boeken vond en ook een klein stukje van het verhaal. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen in september, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is Niet zonder ons. Het is een boek van Wendy Brokers. En ik heb in de vorige boekreview video het eerste deel hiervan besproken. En dit is dus het tweede deel uit deze reeks. Dit boek gaat over Jay en Tess. Jay die heeft inmiddels zijn droom waar kunnen maken, want hij studeert fysiotherapie. Hij doet zijn senior stage in een kinderziekenhuis in Atlanta en dat zorgt toch wel voor wat wrijving tussen Jay en Tess, want ze moeten elkaar best wel lang missen. Ze videobellen wel en ja, hebben wel contact, maar het is toch anders dan dat ze elkaar natuurlijk fysiek zien. Het valt Tess ook vooral heel zwaar, want die stage duurt 5 maanden en ze mist hem verschrikkelijk. Maar ze weet eigenlijk ook niet zo goed wat ze met zichzelf en de toekomst aan moet. Ze is al wat studies gestart, maar dan bleek het toch dat het weer niks voor haar was. En dan stopte ze er ook weer mee. Ze is in 4 jaar tijd gestopt met haar 3de studie. Haar ouders zijn er echt heel erg boos over. En ook Jay begint het wel te irriteren dat ze maar niet weet wat ze wil. Ze heeft zelfs haar studentenkamer op moeten zeggen, want haar ouders zijn er gewoon klaar mee en die zeggen je komt gewoon weer thuis wonen, want je weet gewoon niet wat je wil. Dan komt ze eigenlijk in contact met een oude schoolvriendin die op dat moment in Oostenrijk verblijft. En die zegt van, goh, waarom kom je eigenlijk niet een paar dagen hierheen? Nou, dat besluit ze dan ook eigenlijk te doen. En Jay heeft op dat moment met zijn stage heeft hij een kindje die hij moet begeleiden. En die willen dus eigenlijk ook op vakantie gaan naar een plek niet zo ver van Oostenrijk vandaan. En eigenlijk willen die ouders heel graag dat Jay meegaat, zodat hij het jongetje een beetje kan ondersteunen. Maar ja, eigenlijk komt het gesprek er een beetje op neer dat dat hij dus wel een vriendin heeft, maar dat hij best wel ver weg woont. En dan zeggen die ouders eigenlijk heel spontaan, pak een auto en ga naar dat meisje toe. Dus hij heeft Tess ook helemaal niks verteld, want de contact gaat niet heel, heel makkelijk. Ze sturen sms'jes over elkaar naar elkaar, maar soms wordt het niet beantwoord. Dus het contact is niet helemaal lekker. Dus hij vindt het wel fijn om Tess gewoon eventjes te zien. Alleen in Oostenrijk gebeurt er dus iets waardoor Jay eigenlijk wel helemaal klaar is met Tess. En hij spreekt dan nog een keer met haar af bij een cafeetje. En eigenlijk heeft hij op dat moment zoiets van het is klaar. Dus hij dumpt Tess, want hij weet gewoon niet meer wat hij ermee aan moet. Tess is hier helemaal kapot van. En de grote vraag is, gaat Tess zichzelf helemaal kunnen terugvinden? En weet ze Jay weer terug te winnen? Dus eigenlijk is de grote vraag, komen ze weer terug bij elkaar? En hoe loopt het verder af met Tess? Het is wel een... ik ga het ook hierbij laten, het verhaal. Want anders wordt het te veel gespoilerd. Het is wel een boek waar je wel wat tranen bij zou kunnen laten. Tenminste, mij is het overkomen. Ik vond het soms echt heel zielig. Ik vond het echt een heel erg mooi boek. Ik vond het ook leuk dat het verhaal van Tess en Jay verder ging. En ik ben heel erg blij dat ik dit tweede deel heb kunnen lezen. Want ik vond het echt een toevoeging aan het eerste verhaal. Het tweede boek wat ik heb gelezen komt uit diezelfde reeks. En dit boek heet Niet zonder mij, ook van Wendy Brokers. Dit boek gaat over Wessel en Lotte. Wessel is eigenlijk alles wat advocaat Lotte niet in een man zoekt. Maar aangezien Wessel de beste vriend is van haar zwager Jay, wordt ze vaker dan dat hij lief is geconfronteerd met hem. Maar dat niet alleen. Uiteindelijk blijkt ze hem ook nog eens nodig te hebben in een strafzaak.
Wessel begrijpt ook eigenlijk niet waarom zijn hart steeds sneller gaat kloppen als hij Lotte ziet. Want het is eigenlijk een hele afstandelijke vrouw. Ze is niet, komt niet heel erg vriendelijk over. Het is iemand waar je eigenlijk een beetje met een grote boog omheen zou kunnen lopen. Maar dan doet hij Lotte een voorstel. En daarbij moet Lotte hem dichterbij laten komen dan dat ze eigenlijk wil. Maar eigenlijk is dat een beetje zijn... compromis, omdat hij haar moet helpen met een strafzaak waar hij zelf ook niet heel erg goed kan uitkomen. Tot zijn grote verrassing stemt Lotte toch in met zijn verzoek. En dan blijkt eigenlijk dat ze misschien toch niet zo heel erg ongeschikt zijn voor elkaar dan dat ze dachten. Maar een echte relatie, daar hebben ze wel echt nog de nodige obstakels voor te overwinnen. En ook niet in de laatste plaats hun eigen angsten. De manier waarop hun eigenlijk naar elkaar toe groeien is wel heel erg mooi. Ik vond Lotte eigenlijk in boek 1 al niet echt een fantastisch personage, moet ik zeggen. Ze had ook een vriend dat echt, die was echt niet leuk. Maar die is dus in dit boek is die relatie net over. Zij begint ook meer te drinken en daardoor, ja, is zij niet heel erg gelukkig. Ik ga je niet vertellen wat het voorstel is of wat de strafzaak inhoudt, maar de grote vraag is of dat ze dus klaar zijn om toch een relatie met elkaar aan te gaan of dat ze toch te bang zijn om dit niet te doen. Ik vond het boek wel heel leuk omdat je Lotte op een andere manier liet kennen en Wessel ook, want Wessel vond ik in de eerste boeken ook een beetje een zak hooi. Maar die vond ik hier ook wel heel anders. Dus dat was wel heel erg leuk. Dus ik vind deze reeks zeker een aanrader als je van dit soort boeken houdt om te lezen. Het derde boek wat ik heb gelezen is het boek Jij bent mijn leven en dit is geschreven door E.L. Todd. Dit boek komt uit de Voor Eeuwige reeks en dit is deel 15. In dit deel besluit Arsen uit eten te gaan met Lydia en Silke. Lydia is de moeder van zijn dochter en Silke is zijn vriendin. Helaas loopt deze avond eigenlijk totaal niet zoals hij had gehoopt. Het gaat gewoon compleet verkeerd. Silke is heel geïnteresseerd in Lydia, probeert heel vriendelijk te doen, maar Lydia is eigenlijk heel vijandig naar Silke toe. En wat blijkt, Lydia heeft eigenlijk nog steeds een oogje op Arsen. Maar ja, Arsen wil Silke. Conrad die vergezelt Roland naar een feestje van het werk. Hij loopt op een gegeven moment langs de toiletten en daar hoort hij een geluid dat hij nooit zal vergeten. Het wordt een avond die jij eigenlijk nooit had verwacht en ook niet zal vergeten. En om een of andere reden had hij dit ook niet iets zien kunnen voorstellen. Hij ontmoet daar namelijk een meisje en ze hebben eigenlijk eventjes een leuke tijd. Maar zij is eigenlijk ook niet zo van we gaan nummers uitwisselen. Nee. En dat vindt Conrad eigenlijk best wel jammer, want hij vindt haar eigenlijk best wel leuk. Op een spontane manier komen ze elkaar dan toch weer tegen. Sien, dat is een van de vaders van onder andere Sky, die wordt bedreigd, maar hij weet eigenlijk nog steeds niet wie er achter hem aan zit. En de dood lijkt achter elke hoek om de loer te liggen. Scarlett is eigenlijk de enige die ervoor kan zorgen dat hij niet gek wordt. Scarlett is zijn vrouw. Maar het is toch wel heel erg moeilijk omdat hij gewoon over zijn schouder moet kijken en hij gewoon er maar niet achter komt wat die persoon van hem wil en wie er achter hem aan zit. Clementine die probeert in dit deel eigenlijk uit de buurt van Bart te blijven. Maar dan gebeurt er eigenlijk iets onverwachts waardoor ze beseft dat ze nooit van hem verlost zal zijn. Dit zijn eigenlijk ook de hoogtepunten uit dit boek. Ook nogmaals, ik wil gewoon niet te veel spoileren, omdat het gewoon echt, zoals ook het wat Clementine nu meemaakt, ja, het is zo spannend, maar ik wil het eigenlijk gewoon niet vermelden, omdat ik het jammer zou vinden als ik de clue al zou verraden voor de mensen die eventueel dit boek nog zouden willen lezen. Maar ik vind het boek zeker een aanrader. Inmiddels is boek 16 ook uit en ik kan eigenlijk niet wachten om deel 16 te gaan lezen, want ik ben zo benieuwd hoe alles verder gaat. Het vierde boek wat ik heb gelezen is het boek Trouw van Janna Asten. Dit boek gaat over Chloe Scott. Zij is eigenlijk wel continu aan het daten, maar al haar dates lopen uit op een flop. Dan heeft ze een man ontmoet en ze denkt, nou dit is helemaal leuk en ze gaan samen naar een sportwedstrijd toe.
Hij heeft de kaartjes geregeld en ze gaan daar samen heen. En dan stelt hij voor om nog even wat te eten te halen. Dus hij gaat op zoek naar een modderkraam. En dan denkt ze ineens, goh, misschien had ik ook moeten aanbieden om te betalen. Dus ze gaat dan eigenlijk op zoek naar haar date. Nou, die kan ze nergens meer vinden. En ja, dan wordt ze opeens eigenlijk aangehouden door de politie en meegenomen naar een verhoorkamertje. Want wat blijkt, haar date is helemaal niet degene die hij zegt die was. Hij heeft een hele andere naam en hij heeft valse tickets gebruikt om het stadion binnen te komen. Ze voelt zich heel onhandig en ze is daarna ook wel even klaar met het daten. De regisseur die haar op dat moment ondervraagt, vindt ze eigenlijk wel heel erg leuk. En dan moet een van haar vriendinnen, die moet bevallen. En een van die vriendinnen, diegene die dus moet bevallen, die schijnt ook een broertje te hebben, maar die heeft zij nooit ontmoet. En ze heeft haar vriendinnen ook helemaal niks verteld over het debacle dat ze in die verhoorkamer heeft gezeten. Wat wil het feit? Zij komt dat ziekenhuis binnen en de broer van haar vriendin die bevallen is, is daar ook. En het is niets minder dan de regisseur die haar ondervraagd heeft. Dus het geeft een beetje een ongemakkelijk gevoel. Zij is ook heel erg bang dat hij zal zeggen, ja, we kennen elkaar al, want we hebben elkaar al eens ontmoet tijdens een verhoorsessie. Nou, hij houdt gelukkig zijn mond. Zij ook. Ze besluiten dan toch om wat af te gaan spreken en toch wat te gaan daten. Ja, er gebeuren eigenlijk een heleboel dingen in dit boek. Het loopt ook allemaal niet zo soepeltjes. Is ze klaar om echt een relatie aan te gaan met deze regisseur? Vindt ze hem daar leuk genoeg voor? Er zitten allemaal angsten bij en allemaal vraagtekens. Ik ga je ook niet verklappen hoe het uiteindelijk, of het goed komt, ja of nee. Maar ik vond het wel een heel vermakelijk boek om te lezen. Ik vind de schrijfster Janne Assen sowieso hele goede boeken schrijven. Ik heb meer boeken gelezen uit deze van haar. En ik moet dan wel weer even terugzoeken, want het zijn ook boeken geweest waar de personages, dus bijvoorbeeld haar vriendinnen, daar heb ik de boeken dan al van gelezen. En die komen dan nu wel weer terug in deze boeken, maar dan moet ik echt weer eventjes in mijn hoofd nagaan. Oh ja, hoe zat dat verhaal ook alweer in elkaar? Maar als ik dat eenmaal weer weet, dan gaat het weer helemaal goed. En ik vond het in ieder geval een heel erg leuk boek om te lezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek De List, geschreven door Anna Kennedy. Dit boek gaat over Taylor en zij wil zich eigenlijk geen lelijk eentje meer voelen. Want ze is besloten om in haar studententijd zoveel mogelijk lol te hebben en ook meer zelfvertrouwen te krijgen. Het is helaas niet zo makkelijk als dat ze had gehoopt. Want als ze weer eens op een feestje van een dispuut is, wordt ze eigenlijk uitgedaagd door een kreng van een ouderjaars. Dat ze Connor Edwards, dat is een van de knapste en populairste jongens van het ijshockeyteam, aan de haak moet slaan. Ze wil zich eigenlijk niet laten kennen en ze stapt op deze jongen af en ze vraagt eigenlijk of hij wil doen alsof. Dus ze gaan eigenlijk gewoon wel naar een kamer toe en ze doen alsof ze daar heel veel lol hebben en in feite gebeurt er niks. Maar die meiden die allemaal ook die haar uitgedaagd heeft, die denken dus dat zij inmiddels heel veel plezier heeft gehad met deze Connor. Connor weet ook eigenlijk niet wat hem overkomt, want dat mooie blonde meisje die op hem afstapt, die vraagt of hij wil doen alsof ze een avond plezier gaan maken. En dat is hij niet gewend, want hij is gewend dat de vrouwen echt plezier met hem willen maken. Hij heeft zoiets eigenlijk nog nooit meegemaakt dus. En hij wordt er ook wel geïntrigeerd door. Ze gaan eigenlijk er allebei vanuit dat ze na die ene avond elkaar nooit meer zullen zien. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn, want hun paden blijken hun toch wel te kruisen. Connor heeft eigenlijk op een gegeven moment ook wel een beetje woede krijgt hij als hij een van die meiden hoort praten over Taylor. Dat ze, dat ze gewoon allemaal, hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, dat ze makkelijk slachtoffer is en zo. En hij zegt tegen Taylor, laat hem gewoon nog even doorgaan met een neprelatie. En hij duikt steeds vaker op en Taylor vindt het eigenlijk wel steeds moeilijker om die neprelatie in stand te houden. Want ze vindt Connor eigenlijk echt wel leuk. Maar ze weet dat Connor nooit op haar zou vallen. Omdat
Ze denkt dat zijn type niet is. Er gebeuren eigenlijk een heleboel dingen. Ook zien ze elkaar een tijdje niet meer. En dan is toch de grote vraag. Gaan ze elkaar weer ontmoeten? En komen ze dan uiteindelijk toch bij elkaar of niet? En dat is eigenlijk de grote vraag. Ook omdat Taylor op een gegeven moment onwijs erbij gelapt wordt door een van de dispuutgenoten. Dus het is allemaal best wel een beetje... het is wel een beetje een boek waar pesterijen in zitten. En dat vond ik wel een beetje jammer, want ik hou daar zelf totaal niet van pesten en zo. Maar goed, als je weet hoe het boek afloopt, kun je daar misschien wel een beetje doorheen kijken. Maar ik ga je dus niet vertellen hoe het daadwerkelijk afloopt. Daar moet je het boek echt zelf voor lezen. Nou, dan waren dit weer alle gelezen boeken van september. Het zijn wat minder boeken nu, maar er zaten ook wat grotere boeken bij. Ik heb van alle boeken weer heel erg genoten. Sommige boeken komen ook uit een reeks. Ook bijvoorbeeld het boek van de List. Dat is allemaal al een reeks geweest. Er zijn al meerdere boeken aan vooraf gegaan. Ja, ik vind dat zelf gewoon heel erg leuk. Dat geldt natuurlijk ook voor de boeken van E.L. Topp. Daar is echt al een hele reeks van. Dus het is echt wel heel erg leuk om dat allemaal op elkaar door te lezen. En ik vind het altijd ook wel fijn als een boek wat sneller uitkomt. Want als er heel lang tussen zit, dan weet ik niet helemaal meer hoe de vorige boeken gingen. Dat merk ik wel. Maar nou ja, ik heb er in ieder geval weer onwijs van genoten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je misschien zelf van dit soort boeken houdt. Of dat je denkt naar deze video, ik zou als een van deze boeken willen lezen. Zou ik leuk vinden als je dat wil laten weten in de reacties. Want ik ben zelf gewoon een groot boekliefhebber en ik lees gewoon heel graag. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast vind je het belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doeg!